In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gaan we weer in gesprek met René Kreeft van de VVD. René heeft ons iets te vertellen over Enschede bruist. René, wat bruist er hier? Nou ja, op dit moment zeg maar de fontein helaas niet, maar Enschede als binnenstad heeft het volgens mij de afgelopen paar jaar erg goed gedaan. Daar hebben we ook als gemeente echt op ingezet. De VVD heeft daar ook veel werk van gemaakt om te zorgen dat we luisteren naar ondernemers, om te zorgen dat we hier aansprekende acties, activiteiten in de stad krijgen. En het betaalt zich uit en dat is hartstikke mooi. Ik denk dat we op dit moment kunnen stellen dat Enschede wel een centrumfunctie hier in Twente heeft. Binnenkort opent hier Hudson Bay. We krijgen aan die kant zeg maar Decathlon als een van de eerste grote binnenstad zeg maar locaties voor hen. Ja, en dat trekt. En als het trekt, dan is het goed voor de ondernemers, is het mooi voor de Enschede'ers. En dat is een lijn die we echt moeten vasthouden. En daar staan wij voor.